Wie zich verdiept in de religieuze historie van Sittard, kan niet om Sint Rosa heen. Als de patrones van Sittard is zij al sinds 1675 een heilige die in deze eeuw nog steeds belangrijk is in het leven van vele katholieken. Rosa zou in 1671 Sittard hebben bevrijd van de zwarte pest en is de beschermheilige van de stad. Eén keer per jaar, op de laatste zondag van augustus, komt deze levende traditie tot leven. Dan lopen duizenden gelovigen de kilometerlange processie van de markt naar de Sint-Rosa-kapel op de Kolleberg. Oude kerkelijke tradities worden dan in ere gehouden met allerlei eeuwenoude rituelen.